De groep komt steeds dichter bij de plek waar elke dag lijkverbrandingen plaatsvinden. Het is een heilig gebied aan de Bagmati-rivier en iedereen is welkom om het ritueel van dichtbij te bekijken. Wat een toestand is dit. Vind je het ook niet stinken? Je voelt de mensen thuis, het stinkt. Als je ziet dat ik moeilijk kijk, die lucht, dat is niet normaal. Vind jij het niet stinken? Nou ja, barbecue veel. Nou, sorry, jij niet. Dit is wel een raar luchtje. Overal naast elkaar, hè? Ja, verderop. Jij vindt het echt niet stinken? Estefana zei van tevoren, ik ben bang dat ik dit niet aan kan. En dat is ook het leuke hoe we met elkaar omgaan. Toen hebben we gezegd, Es, als jij bang bent dat je daar misselijk van wordt... of dat je daar nachtmerries van krijgt, dan moet jij lekker niet meegaan... en zie je jou straks alweer. Het is heftig. Het is echt heftig. En nu komt het weer daarheen. Het is echt een hele heftige geur. Mensen in Nederland, je wilt niet weten, maar het is echt een hele heftige. En dan moet je nagaan dat er een lijk ligt. Weet je wat het dubbele is? Dat dit is ook cultuur. En dat wil je niet. Maar het is een hele heftige lucht. En dan hoop, dat probeer je wel te respecteren. Maar het is echt wel heftig. Maar eigenlijk kijk je nu gewoon naar een brandstapel. Dat denk jij dat gewoon... of ze niet gebikkeld worden voordat ze verbrand worden? Ja, ze worden eerst je ziet het niet ingewikkeld. Echt, ja. Nee, maar ingewikkeld. Soms zie je echt opeens een arm bijvoorbeeld uitklappen. En dan wordt dat gewoon zo teruggedaan met een stukje hout. Maar niet dat in een kist, heel... in een kleed of iets? Of in een... Ja, ze worden eerst ingewikkeld. Ja. En dan neergelegd. Dit is de beste plek, hè, waar dat gebeurt. Dit is alleen ook voor de happy few, hè. Als je hier wordt verbrand, behoor je tot de happy few. Wanneer behoor je tot de happy few? Nou, het is geld? Ja, rijkdom. Hoge bedragen. Ja, rijkdom. Hoge bedragen. Rijkdom moet je hebben om hier begraven te worden. En het verhaal is dat als je hier wordt verbrand... is dit de snelste weg om los te komen uit de cirkel van geboorte, rebirth... hergeboorte, tot je uiteindelijk zo puur bent... dat je niet meer terug hoeft te komen op aarde. En dit is de snelste weg daarnaartoe om los te komen van die cyclus. Ik geloof persoonlijk niet in reïncarnatie in de vorm zoals zij dat zien, een volgend leven. Maar ik geloof wel in reïncarnatie, omdat het fysisch niet anders kan. Als ik bij wijze van spreken stel dat ik gecremeerd zou worden... dan ga ik van lichaam naar as. Nou, as... is een andere, is ook een reïncarnatie. Ja, de vorm op deze planeet van as. En dat vind je ook weer terug ergens. Kijk. Ja, verdorie. Ja, dat is voorbereiding. In witte lakens ingepakt, hè? Wat? Ja. Zo, de voorbereiding voor het moment suprême. Nou, het is wel indrukwekkend dat daar een lijk ligt van iemand die dus net overleden is. En dat is heel authentiek, hè? Dat je dus... wij spreken sterft zoals je wordt geboren. Dus geen dure kist. Maar in simpel in lakens gewikkeld. Met wat bloemen eromheen. En om ons heen, bij die stoepa's, allemaal mensen. Het is ook de bedoeling dus dat je ernaar kijkt waarschijnlijk. Dat het openbaar is. Nou, normaal zou je natuurlijk bij zo'n soort ding een pottenkijker voelen. Ja, maar dat is hier niet. Nee, want dat komt ook omdat we allemaal mensen hebben. Als normaal als hier alleen had gestaan, had ik echt een pottenkijker gehad. Ja, natuurlijk. Maar je ziet dat iedereen hier zit en kijkt. Om te aanschouwen. Ja. Ik denk dat de bedoeling is dat mensen naar kijken. Ja, het is niet voor niks openbaar. Wij zien het niet. Het lijkt of het allemaal gewoon tot het dagelijks leven behoort. De dood is ook een deel van het dagelijks leven, maar... Het is wel het einde. Ik kan alleen meevoelen met hun gedachten. Ik bedoel, ik zou geen neiging hebben om hier nu in tranen te staan of zo. Nee, ik bewonder hun manier om zo het slot van het leven te zien. Er zijn natuurlijk ook culturen waarbij ze liggen te huilen op kisten. En daar bewenen en zich op de kist werpen. En dat is hier volledig anders. Volledig andersom. Oh, er is ook weer iemand dood. Ja, maar die is nog niet ingepakt.
Ja, er komt weer een lijk aan. Die ligt erin, ja. Staat gewoon naar een overledene te kijken nu. Ja. De lijkverbranding staat op mijn lijst omdat ik dat ritueel zo mooi vind. Ik vind de geboorte is een feest, maar uiteindelijk ga je dood. En dat moet ook iets moois zijn. En dat akelige wat wij hebben met een goedkope kist en van die vreselijke droge cake en koffie na afloop. Het moet ook gevierd worden. De groep is ooggetuige van een lijkverbranding. Een ritueel dat een tikkie te ver gaat voor Estefana. Weet je wat het dubbele is? Dat dit is ook cultuur. En dat wil je niet. Maar het is een hele heftige lucht. En dat probeer je wel te respecteren. Maar het is echt wel heftig. Terwijl Estefana op adem komt, lopen de mannen door naar de plek waar de brandstapels staan opgesteld. Er branden er nu 3. En je ziet heel veel mensen daar. Dat is allemaal familie. Dat is voor ieder. Moeten alle familieleden aanwezig zijn. En de oudste zoon heeft de taak om het vuur aan te steken. Onder leiding dan van de pandiet, de priester. Ja, het is soms, vind ik, heel aangrijpend om te zien. Want dit, kijk, zij zijn hier heel erg blij mee. Ja. Je hebt het heel erg ver gebracht als je hier verbrand kan worden. Ja, ja. Omdat je dus weer dichter bent bij de purificatie, de zuiverheid van de ziel. Ja, even de pet afzetten. Zullen we de... Ik heb mijn pet afgezet. Pet afdoen, ja, precies. Ik heb mijn pet afgezet. Het is wel het respect. Ja, het is iets spiritueels. En je ziet ook dat die mensen daar helemaal in opgaan. Ja, dat is heel indrukwekkend om te zien. Dat we dat mogen meemaken, is een zegen. Wat bijzonder is, misschien kunnen we dat zo nog straks nog even zien. Ze leggen soms ook al levende, nog levende mensen, leggen ze alvast klaar. Want dan denken ze, nou, dat kan, nou, dat duurt geen dag meer. Laten we die vast. Die ligt dan vast klaar. Dus die zien liggen iets verderop. En wat? Ja, joh. Maar toch niet in de buurt van vuur, mag ik hopen. Ja, want ze voelen zich gelukkig dat ze hier aan de Bagmati hun einde mogen beleven. Het lijkt mij heel erg dat je op sterven ligt en dat je dan in de verte, dat je dan denkt, ze zijn al bezig de kist aan timmeren en ze komen alvast de maat opmeten en zo. Nee, dat past helemaal niet bij ons ook. Ja, het is natuurlijk wel een gek idee als je vader of je moeder of zo doodgaat, of je broer, en dat die dan zo verbrand wordt dat iedereen bij is. Ja, maar dat zit in je cultuur, hè? Dat is waar. Maar wij geloven natuurlijk niet wat zij hier geloven, dat dit een hoogtepunt is. Bij ons is een begrafenis toch meestal een afscheid, een diepte, een dieptepunt. Ik maak geen vergelijking hoe dat nou voor mij zou zijn. Ik pas niet in die cultuur. Dus zou het raar zijn als ik zeg, oh, dat lijkt me leuk. Dat gaat niet. Het zet me wel aan het denken aan de eigen begrafenis. Hoe wil ik het? En dan pak ik dit weer mee. Ja, dan gaat het weer bij. Hoop gegooid, ja. Ja, Riet. Oh, ja. Kijk. Riet, ja. Dan gaat het ook weer roken natuurlijk. Maar het meeste wat je ruikt is gewoon zeg maar, het hout. Het hout en zo. Ja. Want Estefana wordt dan met het meer het idee. Meer de schrik. Ja. En het gaat door tot zonsondergang? Of? Het gaat door en het gaat door en het gaat door. 24 uur. Zitten we dan, jongens? Hé? Kijk een aap. Kijk. Er zit nog genoeg aan, natuurlijk. Bed slaan. Denk even wat er achter jou loopt dan, hier. Ja, een heilige koe. Ja. Zo geloof ik dit in die combinatie. Ja, ja, ja. Dan een aap en dan een koe. Ja. Oké, een rondje. Er komt een rondje aan. Honden, kooplieden, handel. Alles gaat hier door elkaar heen. We moeten die mensen raar aankijken tegen onze cultuur. Ja. Met die kistkalveren en met koeien en de slachthuizen. Maar wat dacht je van een begrafenis? Het verdwijnt in een kleine kamer. Ja, dan zie komt hij weer. Iemand in de grond verdwijnen en daarna komen ze met koffie en cake. Ja. Ik denk dat zij daar vreemd tegenaan kijken. Ja. Nou, ik vind cake ook altijd heel vervelend hoor. Ik ben ontzettend blij dat ik het heb meegemaakt, want dit is zo anders. Dit is zo'n hele grote reis waard. Feitelijk zou je kunnen zeggen, het geeft ook een andere visie op sterven. Ja. En daar zou je over kunnen nadenken. En dat zou een waarde zijn van deze trip. Ja. Kijk nou. Hey.
Daar is ze weer. Ja. Hoe was het? Nou, heel bijzonder al, hoor. Heel indrukwekkend. Ja. Indrukwekkend. Ja, je zit gewoon een overledene en dan wordt het verpakt. Met familie eromheen en dan fik erin, als het even plat gezegd mag worden. Maar dat is een hoogtepunt voor ja. Van vreugde. Ja? Ja. Nou, ik vond het wel heel heftig. Jij kon het niet aan. Nou ja, weet je, dan sta je daar en dan zie je dan het idee dat er dan daar een mens ligt. Ja, dat hebben we gezien ook. En dan sta je daar en dan ben je een soort van toerist, ben je aan het kijken. En ja, dan die afschuwelijke geur, dat gaat door merg en been en dan zie je die families. Die zie je lopen. Ik voel het... Ik kan me voorstellen. Ik heb besloten dat ik mij niet laat verbranden. Dat heeft met het verleden te maken. Mijn grootouders zijn ooit verbrand in Auschwitz. En dus ik vind dat ik mij niet moet laten verbranden. En volgens onze rituelen mag je ook niet verbrand worden. Maar ik vind het wel mooi dat je het ondergaat, dat het gebeurt.